We hebben een, een best leuk programma voor jullie. Gewoon uh, de hele dag uh, hier, in ieder geval, ochtends met elkaar luisteren en smiddags mogen jullie zelf aan de slag. Um, ik zal even kort mezelf voorstellen: ik heb uh, fysiografie gestudeerd uh, en ik heb uh, vervolgens een, uh, een begin gemaakt met een carrière in uh, de tropische regenwouden. Daar zal ik straks nog kort wat van vertellen. Um, en aansluitend ben ik uh, universiteit-docent geweest aan de VU. Um, en vervolgens uh, dacht ik van, nou bedrijfsleven is ook wel uh, leuk, laat ik eens uh, bij een advies- en ingenieursbureau uh, kennis maken hoe dat werkt. En daar heb ik ook vooral kennis gemaakt met, uh, met de waterschappen en uh, met Rijkswaterstaat vooral als, als, als klant, zeg maar. En toen na een tijd zei zo'n klant van, hé, hey, maar is het niet leuk om een keertje bij ons te komen werken? Dus toen uh, heb ik uh, de afgelopen vijf jaar bij Delftland gewerkt als uh, beheerder van de waterkeringen. En toen heb ik uh, ook een beetje voor Stoa wat gewerkt. En toen zei Stoa, vind je het niet leuk om bij ons te komen werken? Nou... Zo, aldoende! Mag ik hier nu uh, jullie dagvoorzitter zijn? Um, het programma: we hebben nu uh, tot het, uh, de lunchpauze zes uh, inhoudelijke presentaties. Uh, dan hebben we natuurlijk een, een heerlijke safari-lunch. En dan gaan we zelf aan de slag met, uh, ja, met een speciale voor deze dag ontwikkelde app. Daar gaan we na de pauze jullie alles uh, over uitleggen. En misschien, als je hem al gedownload had wat in de uitnodiging zat. Dan heb je al een klein kijkje kunnen nemen wat er, wat er gaat gebeuren. We gaan het ook even een beetje toelichten. Wat daarmee met die app aan de hand is, wat, daar, wat je daarmee kan. Uh, we hebben dus ook een soort dashboard gemaakt, maar ook zeg maar, de duiding van al die resultaten dat is een beetje het idee. Um, en ja, we sluiten de dag af met een knal, laat ik het maar zo zeggen. Dat wordt nog een beetje een verrassing. Maar dat is ook juist de bedoeling om jullie ook vooral hier te houden. En natuurlijk een leuke netwerkborrel aan het eind. Deze, deze dag die had een echt ja, een prachtige titel: de voorkennisdag. Dus jullie zijn zo meteen ook, als je dan morgen naar de kennisdag gaat. dan heb je al van vanuit vandaag een beetje voorkennis. En uit Aanderen hebben we dus een programma samengesteld. en toen ontstond er dus een ondertitel: Continu in controle, Inspecties en Monitoring, Dieren in de Dijk en Demolitie. En toen had de organisatie aan mij gevraagd om daar ja, wat duiding aan te geven. Van ja, wat is, dat is het thema van de dag? Wat vind je daarvan? Dan dus ik, ja, nou, het thema van de dag, het is een enorme hoeveelheid onderwerpen. Dat is niet echt één centraal thema. Maar al gaandeweg ben ik daar zo over na gaan denken. En dacht ik van ja, er zit wel één centraal ding in. Want waar gaat het eigenlijk om? Je wil continu controle zijn als dijkbeheerder door vooral te meten en te monitoren. Dat je weet waar je aan toe bent. En dat is eigenlijk waar ik met jullie eventjes langs wil gaan. Want ik denk in 1901, als ik het goed begrepen heb, had er uh, een meteoroloog bij het KNMI het goede idee om als uh, temperatuur te gaan meten. En uh, zo'n meetstation ingericht en gaan meten en gaandeweg zijn er meer meetstations bijgekomen in Nederland. En nu hebben we dus een fantastische lange meetreeks van uh, temperatuurmetingen gestandardiseerd van Nederland. En als je al die temperatuurmetingen doet over al die jaren, dan weet je dus ook bijvoorbeeld. wat zijn nou droge jaren en wat zijn nou een aantal jaren? En dat zijn typisch van die dingen die wij als waterkeringbeheerders op dit moment heel veel gebruiken. Namelijk, wanneer moeten wij onze droogteinspecties gaan lopen? Nou, uh, dit is dan de, het neerslachtrekord van, uh, van Vrije Cent, volgens mij was deze van afgelopen zondag. En het kaartje daarnaast van de website de droogtemonitoring. Geeft ook even aan dat, ja, je kunt wel droogte monitoren in uh, de Beeldacademie, want dat is deze grafiekjes. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks over het landelijke beeld. Dus je hebt ook veel meer uh, metingen nodig dan alleen maar die ene. En uh, als beheerder van waterkering van Delfland heb ik mij uh, in 2018 behoorlijk zorgen gemaakt over de droogteontwikkeling. En in 2020 gebeurde dat weer. En uh, dit voorjaar leek het erop dat we weer zo'n droogjaar tegemoet gingen, maar dat viel gelukkig mee. Even over mijn. Eigen geschiedenis met meten en monitoring. Dit zijn wat uh, onderzoekslocaties uh, die ik had opgesteld in het uh, tropisch regenwoud in uh, Guyana. En uh, hier ook een uh, klimaatstationnetje met uh, neerslag, temperatuur, luchtvochtigheid, noem het allemaal maar. Om het microklimaat in het uh, regenwoud te kunnen meten. En daarnaast een, een bodemvochtsensor. Dus ik was ook toen al bezig met, met bodemvocht. Dat is wel grappig als je dat nu over terugdenkt. Maar ook zo'n. Onderzoek doen in zo'n regenwoud eh, en te kijken naar wat het effect is van houtkap, in dit geval op de regeneratie van het bos, kan alleen maar met, met harde data, met metingen. En ik vind het persoonlijk best zorgelijk als je er nu zeg maar in de media kijkt, wat eh, nou ja, de kritiek die er is op de wetenschap, eh, dat dat allemaal maar zo klakkeloos eh, wordt neergezabeld. Als van ja, het is ook maar een mening. Ja, dat, dat, dat raakt mij wel en ik vermoed dat, dat jullie ook wel eh, wat zou kunnen doen. Nou, toen mocht ik natuurlijk bij het ingenieursbureau af en toe leuke projectjes doen. En daar heb ik eigenlijk ook een aantal van aanwezig hier in de zaal, Wouter en Ludolf ook leren kennen. En Martin, volgens mij, heb ik ook al daar ontmoet bij het macro-stabiliteit-experiment van de Eikdijk. En daar hebben we natuurlijk zo'n zo hoopje grond helemaal volgestopt met sensoren. En ik ben echt heel benieuwd, volgens mij, geen enkel van deze sensoren die toen top of de bil waren, worden nu nog meer gebruikt. En zijn nu eigenlijk alweer een beetje. Ja, achterhaald. Dus de innovatieve kracht van een nieuwe manieren van meten, dat heeft ook zo'n nou ja, zo 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 houdbaarheid, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft natuurlijk wel ontzettend veel kennis opgedaan. Heel erg belangwekkende kennis. Een van de mooiste dingen vond ik eigenlijk dat zo'n dijk ademt. Dus we hadden met, met, met lasersensors, uh, dag-nacht is daar gemeten. En dan konden ze dus gewoon hoogteverschillen in die dijk. En dat was gewoon vocht in, vocht uit. Dat vond ik echt een uh, briljante conclusie. Um, afgelopen jaar heb ik bij Delftland, uh, ook in samenwerking met Stowa en met, uh, met Schieland en met Rijnland, uh, een verdere gedetailleerd onderzoek gedaan en ook met, uh, met Yvette, IVET, die zie ik ook ook in de zaal een tragelscan. We hebben een heel aantal. Uh, nou ja, je ziet, hier staan alle buizen met allerlei uh, bodemvocht, grondwater, uh, waterspanningen, om maar meer grip te krijgen op wat. Ik vergeet Henk helemaal. Sorry, Henk. <laughs> Om meer grip te krijgen op wat, is het, wat gebeurt er nou in die dijk als die uitdroogt. En we hebben toen 2020 gehad, een prachtig mooi droog jaar. Eh, en 2021 eh, was er weer een nat jaar. Dus dan kon je mooi die resultaten met elkaar vergelijken. Maar wat bleek nou? Je hebt natuurlijk heel veel van die raaien. Bijna allemaal andere uitkomsten. Dat is zo bizar. Dat je ben je op zoek naar een centrale trend. Waar je dan prachtige conclusies van: nou, als het dan zo droog is, dan doet dat dit met de stabiliteit van die kering. Dat was nog niet zo één op één te duiden. Dat had heel erg te maken met de grote variabiliteit in de ondergrond. Toonde voor mij alweer eens aan: we kunnen nooit genoeg meten en monitoren om in controle te komen. Ja, maar ook om, niet onbelangrijk is toch die man op de dijk. Hè? Dat blijft gewoon, uh, als het er dan spannend wordt, dan gaan we toch mensen op de dijk sturen. Nou ja, maar Jan zit hier in de zaal, die is al vanmiddag uitgebreid. Uh, verslag van doen hoe belangrijk het is dat wij als het spannend wordt ogen op de dijk hebben dat we weten wat er aan de hand is en dat we met elkaar kunnen communiceren en ik heb zelf bij Delft ook regelmatig drooginspecties mogen lopen en uh, dan vond uh, onze communicatieadviseur altijd, altijd zo leuk om dan uh, filmploegen langs te sturen uh, en dit was wel mijn hoogtepunt uh, deze hier want dit uh, de... wacht deze terug De Deze meneer is uh, de reporter van het jeugdjournaal, maar nou, als je dan in het jeugdjournaal komt vind ik persoonlijk dan, ja, ja dan heb je het gemaakt. <laughs> Precies. Maar ja, dan hebben we wel aan het meten, aan het monitoren, aan het kijken en dan toch worden we af en toe verrast. Onaangenaam verrast. En we hebben natuurlijk uh, ook ja, nieuwe ontwikkelingen in Nederland, laat het maar gewoon benoemen. En dat zijn de introductie van de, de bevers. Ze zitten er al een tijdje, maar tegenwoordig. Moeten we daar gewoon echt serieus een, een programma op loslaten om te kijken van wat kunnen we daarmee, hoe kunnen we ze, uh, laat ik zeggen, verleiden om niet uh, gaatjes in onze dijken te graven? En dit zijn gewoon uh, twee uh, ja, berichtjes uit het nieuws van recent, afgelopen jaar: het, uh, februari 2022 en uh, januari 2021. Dus het is toch wel een serieus uh, aandachtspunt voor ons allen. Um, dus wat kunnen we dan doen? Moeten we dan al meer informatie weten van die dijk? Uh, om te kunnen kijken, kunnen we al onze metingen en monitoren combineren tot uh, nou, wat er nu heel erg in is, de Digital Twin. Dat we gewoon als we ergens op de dijk lopen en op ons apparaatje kunnen kijken wat er precies in de ondergrond is, dat we de informatie die we daar zien ook kunnen duiden in relatie tot bijvoorbeeld uh, ondergrond of stabiliteitssommetjes, noem het maar wat. Um, Interessante ontwikkeling. het Vraagt ook wel wat van onze digitale infrastructuur. Ja, en als het dan toch uh, een keertje misgaat, dan hebben we de hulp van uh, nou, de burgers hebben we gezien hè, in, in Limburg, maar we hebben natuurlijk ook de hulp van onze uh, militairen. Ik ben ook onlangs bij uh, Podvostouci geweest en de Brest-defender aan het werk gezien. Dat is, uh, dat is dit apparaatje. Wat je hier niet ziet, is dat hier een enorme gat in de dijk is. En die hele bassin loopt leeg, maar ze duwen die brefdescent erin, het is, uh, het is over. Ook een stukje ontwikkeling om dit te kunnen maken. Dus je moet dit soort innovaties, moet je ook tijd voor nemen om, uh, om dat te kunnen ontwikkelen. En uh, Ludolf zal daar in het volgende praatje ons in meenemen. Dus ja, even een beetje samenvattend, om in controle te komen moet je eigenlijk informatie van de man, de vrouw op de dijk, combineren met nou ja, de remote sensing, drones en alle informatie van de ondergrond. Maar vooral ook door, door samen te werken. En dat is denk ik ook waarom we hier vandaag zijn. Bij elkaar weer even te netwerken en op de hoogte te komen van uh, de laatste ontwikkelingen. Nou, dat is even tot zover uh, mijn uh, introductie op het, uh, op het centrale thema.